Deze aflevering van PX en de kunst van het programmeren. Daarin ga ik jullie laten zien hoe ik hier in mijn eigen netwerk een klein tv-station heb gebouwd. Het werkt nu al. En iedere dag om 10 uur begint er een uitzending. En dan rond 11 uur is die afgelopen. En het werkt ongeveer zo. Ik pak eventjes een willekeurige browser erbij. Ik kies nu voor Opera. En nu ga ik een IP-nummer intypen. Nee, dat hoeft denk ik niet eens. Ik toets mijn gewone URL in. Dit is mijn domein. En ik kies voor een bepaald poortnummer. Dit is voorlopig. Dus, het gaat om de kunst van het programmeren. En die is dat je zo simpel mogelijk begint. Wat nog mooier is www.tv.r7.nl. Maar deze kon ik makkelijk aan. En zo dadelijk zal je begrijpen waarom. Waarom dit makkelijk is in eerste instantie. Ja, dan zegt hij televisieradio www.peri7.nl. En dan moet je op een toets drukken of je moet klikken en dan kan je kijken. En dan klik je erop. En dan zegt hij, de uitzending zal beginnen over 14.638 seconden. En die teller loopt maar door. Dat is namelijk 10 uur vanavond. Dan zal ik je in het kort laten zien hoe je die... Dan ga ik zo dadelijk uitleggen hoe ik dit gemaakt heb, hoor. Dan ga ik even een paar stapjes tussendoor doen. En hier staat de tijdstip waarop die begint. Dat is 22. Het aantal minuten, dat is 0. En het aantal seconden is ook 0. Dus dat is 22 uur. 0 seconden. Nou, het is nu 3 minuten voor 6. En dan laat ik hem beginnen op... ...59. Moeten doen. Ga ik terug naar mijn Opera. Heeft hij me nog niet te pakken, maar dan vraag ik eventjes om een refresh. Zegt hij dat nog steeds? Dat krijgen we nou. We stoppen hem even. Dat is een cookie die erin zit. Dat is, verder niet leuk. We proberen het even met Safari. De browser van Apple. En dan doen we weer www.peri7.nl en dan dat poortnummer. Dan heeft hij helemaal vers. Ja, precies. Over 80 seconden. Dan ga je zo dadelijk beginnen. Oh mensen, hoe zou het eruit gaan zien? En dan kan je nu al zeggen van, nou zegt, ik kan dat niet handiger, kan dat niet. Ja, dat komt allemaal wel. De kunst van het programmeren is dat je eerst de essentie opzoekt. En de essentie is niet dat je eventjes snel, zoals ik nu, eventjes de aanvangstijd gaat veranderen. En dan is iedereen nog steeds up-to-date. Dat is niet hoe de essentie werkt. De essentie is dat de aanvangstijd, die staat vast. En zo laat gaan we beginnen. En dat is er nu over 44 seconden. Dan ga ik zo dadelijk de aanvangstijd terugbrengen naar 3 uur vanmiddag. En dan ga ik het weer doen. En dan zal die zeggen, de uitzending is afgelopen. Verder? Tenminste, dat hoop ik. En dat zal wel. En dan begint het pas. Dan kan ik gaan uitleggen wat je moet doen om dit voor elkaar te krijgen. Maar neem aan dat dit real life is. Het is nou 10 seconden voor 10 vanavond. En dan zit iedereen dus te kijken naar dezelfde teller. En stel dat 10 mensen kijken, zien ze allemaal precies ditzelfde scherm. Geen reden om iets anders te laten zien. En dan gaat hij lopen. Nu is de MP4 geladen. En ik hoor nog geen audio. Het kan een Safari liggen hoor. Ik hoor helemaal niks. Dan gaan we even een andere proberen.
ik hier. 1, 9, 2. 2. Oh, dat is dan weer hetzelfde. Nou, ga ik. Ik neem weer netjes met Perry 7. Perry 7.nl. Doelpunt. 1, 9, 2. Kijk, die hier dan wel audio geeft. Misleid zijn. Ja. Opzettelijk misleid zijn. Jij hoort de audio ook, hè? Dat ons een verhaaltje op de mouw is gespeld. Kijk, dit is dus wat ik bedoelde. Zo moet het werken. Ik had er een kopje thee bij. Ik zal hem even op pauze zetten. Ik ga deze versluiten. En dan zal ik doen hoe het eruit ziet als je te laat bent. Dat is ook belangrijk. Waar zullen we mee beginnen? 9:30? Of wel zitten? Die doe ik uit. Dan ga ik hem zo instellen dat hij vanmiddag al begonnen was. Dus dan maak ik hier 13 of 14 00. Dat hij om 2:00 vanmiddag al begonnen was. Ga ik opnieuw naar Safari, want die deed wel aardig. Doe ik een even kijken. Nee, Firefox was het, hè? Die deed wel aardig. www.perry7.nl dubbele punt 192. Hoppakee. Hetzelfde, klikken. En dan zegt hij, ah, de uitzending is afgelopen. Kom morgen alsjeblieft terug. Nou, dat is wat je wil. Dat is alles waar het om gaat. Voorlopig. In de toekomst kan je denken van, nou, dit klikje kan weg en ik kan zo. En ik wil ook een weekprogramma hebben of ik wil een dagprogramma hebben van 1 tot 2 dit en van 2 tot 3 dat en... En je kan ook nog denken van, nou, ik wil een programma met dat je iedere avond om 8:00 dat die echt live gaat. Maar dat kan natuurlijk ook. Dat je dan een livestreaming doet. Nou, waarom niet? Maar dat is voor mijn volgende fase. Eerst maar eens het beginnetje doen, hè? Nou, beginnende. Ik heb in mijn netwerk een router. En die bevindt zich op het adres 192.168.1.1. Om het helemaal uit te leggen, dit is mijn netwerk. 192.168.1. En daarbinnen heb ik 255 subadressen, subnummers. Maar nummer 1 kan ik niet gebruiken, want dat is mijn router. Dat is de afspraak die is gemaakt. Er zijn ook firma's en die doen dit op 0. Maar de meeste is het punt 1. Maar voor de rest, punt 255, daar kan je ook niks mee. Want dat is een bijzonder nummer. En daarbinnen heb je dus de mogelijkheid tot meer dan 100 nummers. Ja, je hebt niet meer dan 100 computers bij je thuis. Dus meer dan 100 nummers is echt ruim voldoende. Nou, op nummer 1 zit mijn router. Je moet mijn router even wakker worden. En dan vraagt hij mij van, wil je eventjes bekendmaken wie je bent? Want niet iedereen mag hier naar binnen. Nou, ik kies voor admin. En vroeger van de fabriek stond hier ook admin. Maar dat heb ik weggehaald. En bij de meeste routers kan je dat heel eenvoudig vinden hoe je dat weghaalt. En hoe je dat vervangt door je eigen geweldige code. En het was dus admin bij Zeixel, maar bij andere fabrikanten hebben ze andere standaard wachtwoorden om in je router te komen. Nou ben ik dus binnen. Dan laat hij hier een aantal machientjes zien. Dit is mijn MacBook Pro waar ik nu aan het werk ben. Dacht ik. Deze andere weet hij nu niet van wie het zijn, maar ik denk dat een van die drie, dat is mijn NAS. Mijn Network Address Storage System. En die twee andere zijn servers. Maar daar komen we nog wel uit. Ik zie hier geen IP-nummer staan. Maar dat maakt ook niet uit. Dan ga ik hier naar mijn Network Address Table toe. En daar zit de grote truc. Want het verkeer moet van buiten naar binnen worden geloodst. Kijk, van binnen naar buiten, dat doet iedere router gelijk al.
Maar van buiten naar binnen doet iedere router helemaal niks. Dus als je gewoon naar mijn router toe gaat en je weet het IP-nummer. En dat kan je zelf heel makkelijk opvragen, by the way. Kijk hier naar wat is mijn IP.nl. En er staat hier dat mijn IP-adres van mijn router, dat is 85.149.71.13. Via dit nummer komt de buitenwereld aan de buitenkant van mijn modem. Altijd. Of ik nou wat instel of niet. Je kan altijd mijn modem vragen, hallo, mag ik erin? En dan zegt mijn modem, nee, je zit van Perry. Ja, hij staat altijd dicht. Maar je kan hem dus openzetten. Je kan het verkeer wat van buiten komt, kan je in één keer laten doorschieten naar een machine in jouw netwerk. Ik dacht niet dat je van buiten de router kan herconfigureren. Maar dat weet ik niet. Kan misschien wel. Hè? Maakt niet zoveel uit voor wat we nu doen. Ik ben nu van binnenuit bij mijn router en ik heb mijn Magic Password opgegeven. En hier staan twee regels in. De eerste, die service name. Die zal ik hier even zo naar voren halen. En kijken of ik het groter kan maken. Ja. Maar ik kan hier niet aan sleuren. Nou, dat is ook niet zo erg. Kijk, de service name, die is een naam die heb ik zelf verzonnen, PX. Het interface met het Wide Area Network, die staat op VDSL. En er staat VDSL via online. En dit heb ik van online gratis gekregen. Zit er standaard in. En VDSL via kanaal digitaal, die zit er ook in. Ja, die oude is dan ADSL via online. Dit zijn allemaal de verschillende producten waarbinnen ze deze router wegzetten. En ik heb dit product. Dus dan moet ik hiervoor kiezen. Nou, het WAN-IP-nummer, dat is het IP-nummer dat die router heeft in de grote boze buitenwereld. En dat zou dus dit nummer moeten zijn. 85.149. Mijn telefoonnummer, zeg maar. Maar dat hoef je niet in te vullen hier. Dat is niet van belang. En dan zeg ik alles van poort 80 tot en met poort 80. En meestal doe je dat. Nu je maar één poort doorsturen. Maar je mag dus een serie poorten doorsturen als je wil. Maar dat heb je allemaal niet nodig. En de kunst van het programmeren is dat we houden het zo eenvoudig mogelijk. Hè? En die gaat dan naar van poort 80 naar poort 80. Dat stuurt hij allemaal door naar een machine in mijn netwerk. Dat is deze. 192.168.1 is mijn netwerk. En daarbinnen een machine met nummer 193. En daarvan op poort 80. Dus alles wat binnenkomt op poort 80 wordt doorgeketst naar deze machine. Nou, wat er komt er bijvoorbeeld binnen op poort 80 van mijn router? Nou, daar kan er binnenkomen iets wat je hier kan zien. Een voorbeeldje pakken. Toeandstoe.nl. Dit komt binnen op mijn router op poort 80 en wordt in één keer doorgeketst naar deze machine. 193. Dat is mijn server. Maar als je binnenkomt op poort 192, dus niet op poort 80, maar op 192, dan word je doorgestuurd naar deze machine. Op hetzelfde poortnummer, 80. En dat poortnummer 80 is het poortnummer voor Hypertext Transfer Protocol, HTTP. Dat is wat je browser doet. Dat is hypertext. En dat doorsturen, de transfer daarvan, en dat protocol, dat is HTTP. Zit standaard op poort 80. Ja. Dus, als je gewoon binnenkomt op poort 80, dan catch je in één keer door naar dit IP-adres. Dat kan je nu niet lezen, maar dat is die 193. En kom je op binnen op dat speciale poortje, 192, dan catch je hier naartoe. En dat is die 192. Ja. Dan gaan we koekeloeren in mijn netwerk zelf. Dit is de terminal applicatie van Mac. Maar dan niet die van Apple, maar eentje die ik gedownload heb. Gratis. iTerm 2 heet die. Dan kan je zo'n handig lijstje maken met dingen waar je graag naartoe gaat. En dan pak ik eerst die 193. Even voor de gein. En dan vraagt hij van, nou, wat is je wachtwoord? En dan ben ik binnen op die server. En dat is de server waar ToHands2 op draait.
Daar hoef ik verder nu niks te zoeken. Waar moet ik er? Maar behalve deze kan ik ook dan die andere machine pakken die je krijgt als je naar binnen gaat met 192. En dan kom je op een hele andere machine terecht. Dit is mijn Banana Pi. Nee, mijn Raspberry Pi. Dat zegt hij ook hierboven. Welcome to Ubuntu 19.10. GNU Linux, die en die en die. Raspberry Pi 2. En architectuur, of de ARX, is 64. Dit is zo'n chip die normaal gesproken in mobiele telefoons gaat. Maar dan 64 bits. En deze Ubuntu is gloedje nieuw. Dat is echt een hele nieuwe. Die heb ik ook nog niet helemaal aan de praat. Maar dat komt wel. Nou, dan zegt hij hier nog, dat zijn updates. En dat zou je eigenlijk moeten doen. Maar dat doe ik nu niet. Waarom zou ik? Nou ben ik hier binnen in een directory. En in die directory heb ik een subdirectory gemaakt en die heet Apache. En daarin heb ik deze twee bestanden staan. Nee, deze serie. LS. Min L. En dan zie je dat er een bestand in staat. Dat is een MP4. Nieuws 673. Negers zijn weer eens racistisch. Wat mankeert die negers? En ik heb een bestand staan dat heet index.html en index.js. Maar dat is niet echt een bestand. Het is een link. Het echte bestand waar dit naar verwijst, die staat in de directory van Apache. En Apache, dat is de webbrowser van Ubuntu. Maar deze linkjes, dat zijn handige dingetjes. Die zal ik zo dadelijk uitleggen waarom. Ik ga nu naar de directory waarin Apache zijn spullen heeft staan. Dat is var/www. Doe even beter. Hij doet iets niet helemaal goed. var/www. Ah, meneer staat op Hebreeuws. Sorry. Waar ben www? Ja, precies. En dan html. Hoppakee. Dan zitten we in deze directory. En dan vragen we daar eens alles op. En wat staat er in die directory? Dat is de directory waar Apache in kijkt. Daar staan deze 5 bestanden. Deze met .xxx, dat is een oude. .xxx is mijn code voor alles wat op termijn weg kan. Maar wat je nog niet gelijk weg wil gooien. Nou, wat staat erin? Dat is een MP4 bestand en dat is het bestand dat gespeeld moet worden. Er zat een favicon.ico in, dat is een plaatje. Er zat een index.html in en een index.javascript. Meer niet. Dat is alles. En dit geheel is verantwoordelijk voor wat ik je net in het begin liet zien. Met de uitzending zal beginnen over zoveel seconden. Dan dat de uitzending af gaat spelen. En dan dat de uitzending voorbij is en dat je morgen terug moet komen. Zat allemaal hierin. Nou is het punt dat deze directory, die www.html, die valt onder privileges. En het is niet zo makkelijk om daar eventjes bij te kunnen. Vanuit de GUI, de grafische user interface. Want dan wil ik werken, niet met deze manier met het zwart scherm, witte letters en zo. Maar dan wil ik zo kunnen werken dat ik hem hier kies, Ubuntu. En dan ga ik hier naar de, dat is de home directory waarin ik werk. En dan naar een of andere directory waar ik dan lekker die bestanden heb staan. Kijk, dat vind ik handig als ik met mijn muis bezig ben. Jij ook. En wat ik wil, als ik een van deze bestanden, index.html of index.js, als ik die verander, dat ik niet echt deze bestanden verander, maar dat ik deze bestanden verander. Zodat Apache ontdekt van, oh, het moet heel anders. Oh, gaan we nou anders doen? En dan heeft iedereen dus de update, zullen we zeggen. En die gaat dus automatisch. Nou, ik zal laten zien dat het werkt.
En de software die ik hier gebruik, dat is absoluut de standaard software onder Ubuntu of Mac. Oh, helemaal geen rare dingen. Wacht even. Wel de goede naar voren halen. Dat is geen rare dingen. Even kijken. Moet ik zo kunnen verkleuren? Ja. Iets groter nog. Oeps. En ietsje omhoog. Ik zal dit dingetje even weghalen. Dat was mijn router, dat is mijn IP-adres. Dit dat kan ook weg, die kan ook weg. Laat die maar even staan, zo. Nou, we hebben dus deze directory gezien en nu vraag ik de content op van bijvoorbeeld index.js. En die content die vraag ik op met het commando vim. Dat is vi, de tekst editor van Unix, improved. En Vim, zo heet het dan, die kan je gratis downloaden. Echt heel makkelijk. Werkt altijd. Is geschreven door een Nederlander. Jojo, wij blazen mee in de ICT. En hier zie je staan dat de uitzending begint om 2 uur. Hè? My hour start is 2 uur. Minute start 0. Dat is dezelfde info die ik hier ook zie. Ja? Nou verander ik hier de boel terug naar 10 uur. Hoppakee. Doe ik nou save, dat kan je niet zien, maar ik deed appeltje S. Commando S. Hij is hier nog niks veranderd. Maar als ik hier nou zeg, hou er eens even mee op. Dan ben ik weer terug waar ik was. En ik vraag opnieuw de inhoud op van index.js. Dan zie je dat my hour start is veranderd in 22. Dat is ook de kunst van het programmeren, dat je het jezelf als programmeur zo makkelijk mogelijk maakt. En hoe heb ik het nou gedaan? Nou, Apache is geïnstalleerd. Dat is de webserver van Ubuntu. En die heeft een directory. En die heet dus www.html/. En daarin staat het. En daarin heeft Apache standaard een index.html neergezet. Nou, die heb ik weggegooid. En heb ik mijn eigen index.html ingestopt. En ik heb daarnaast een beetje zitten programmeren. Scripten heet dat met een mooi woord. En een index.js gemaakt. Nou, en ik wil die bestanden, die wil ik niet hoeven te wijzigen via dit interface. Waarbij ik allemaal, ik kan bijvoorbeeld hier ook gaan invoeren hoor. En dan zet hij insert en dan kan ik mijn pijltje omlaag. En dan kan ik zo omhoog en dan kan ik het diep. En je kan ook misschien nog wel een beetje zo kopiëren en dan plakken. Dat gaat dan ook nog wel. Maar dan heb je het gehad. Je moet hier niet allerlei gekke dingen in willen met zoeken en vervangen. En nou, zeg eens wat. Het is prima voor als je geen muis hebt. Daar komt neer. Je kan de muis een beetje gebruiken, maar er zitten geen klapmenu'tjes in. En ik weet dan dat je erin kan typen 560 GG en dan sta je op regel 560. Maar ik kan hier niet scrollen. Ik heb ik kan wel scrollen, maar dan scroll ik door mijn hele ding heen. Niet door mijn tekst. Nou, dan ga ik hieruit. Want dan zeg ik quit. En laat me zitten. Quit uitroepteken, dan ben ik weer terug. Nu gaan we even kijken naar de index.html. Hoe ziet het eruit? Oh, als we het kennen. Daar moeten we zijn. Die Ubuntu, dat is mijn banana pie. Raspberry Pi, sorry. Ik had eerst een banana pie. En nu heb ik een Raspberry Pi. Doe ik op dit bestand dubbel de klik. Oh, die had ik al, sorry. Die HTML moet ik hebben. Dubbel de klik. En dan gaat hij automatisch open in mijn tekstverwerker. De tekstverwerker die ik hier gebruik, dat is Text Wrangler. En dat is open source. Dat kost je niks. Installatie is heel makkelijk. En op dit gebied zijn er heel veel alternatieven. Je kan echt kiezen. En Text Wrangler vind ik zelf de leukste. Lekker simpel. Je kan geen vette letters, dat soort dingen. Natuurlijk niet. Het is alleen maar plat tekst.
En hij kan wel Hebreeuws. Dus ik kan hier iets in het Hebreeuws typen als ik wil. Bijvoorbeeld tov. Dat schrijf je zo. Dus tov. Dat betekent goed. Mazel tov. Kan ik denk ik ook wel typen. Maar dan moet je een mazzel voor zetten. Nou, Hebreeuws weer uit. Maar gewoon Engels in dit geval. Of het gewone schrift. En dit kan ook. Dus een trema kan je er ook in doen. Een met een trema. Nou, de taal waarin dit geschreven is, is HTML. En dat is een behoorlijk simpel taaltje om een pagina op het web mee te beschrijven. En dan de kunst van het programmeren, om daar weer op terug te komen. Wat je gaat schrijven, dat moet je indenteren. Je moet inspringen. Altijd. En wat inspringen is, dat ken jij. Dat is dat ik hier... dit is in feite al ingesprongen. Hier heb je dus één dingetje, dan heb je dus een serie... en heb je binnen het ene dingetje heb je het andere dingetje. En je kan ook kiezen voor dit. Wat bedoelde ik dat nou? Nee, dat bedoelde ik niet. Even kijken. Zo. En dan zo. Ja, kijk, dit kan je ook doen. En dan doe je zo klik. En dan zie je dus deze content... die is ingesprongen onder dit ding... En je kan dus logjes hebben, geneste directories. Zal er eentje oppakken. Deze bijvoorbeeld, daar weet ik zit heel veel in. En dan heb je die. En dan heb je die. En dan kan je dus overal naar binnen kijken. En dan daar binnen. Kijk, zo moet je dat doen, omdat een programma, wat het ook maar is, al heel snel wordt het anders één lange lijst. En dat wil je niet. Dus je wil het indelen in secties. En die secties wil je duidelijk maken aan de lezer. En dat doe je middels indenteren. Dus de kunst van het programmeren is correct indenteren, zonder meer. Ja, hier is dat indenteren in, dit heet de Finder, om door een schijf heen te lopen. Dat is gestandardiseerd. En als jij de kunst van het programmeren je eigen gaat maken, dan ga je dat zelf doen. In het schrijven van alle teksten. Bijvoorbeeld dit... dit is een tag en dat is de tag van het type HTML. En waar slaat het op? Nou, hierboven heb je gezegd, dit documenttype is dat het HTML is. Daar staat dit statement voor. En dan moet je ook komen met HTML. En dan kan jij zeggen, ja, maar het staat toch al HTML? Dan moet je het hier ook nog zeggen. Ja, het is ook zo dat je dit weg mag laten. En dan snapt hij het zelf wel dat het HTML is, omdat het daarmee begint. Maar netjes is het om toch... dit ding erboven te zetten. Het is ook fatsoenlijker. Nou, en in de HTML tag, zoals het heet, dat is kleiner dan HTML, groter dan, daar mag je attributen, eigenschappen van die tag bij opdreunen. Nou, de eigenschap van deze tag is dat de taal Nederlands is. En dat is helemaal niet waar, want er staan dingen in het Engels, maar de bedoeling is dat het Nederlands wordt. Of misschien Nederlands en Engels. Dat kun je ook nog doen. Ik denk dat ik ook op dit mag typen. Denk ik. Maar. En of je dat allemaal mag typen, dat kan je heel makkelijk vinden op het web. Met wat je allemaal als HTML-types hebt. Er zijn nogal wat regels, hoor. Nou, dan waar bestaat een HTML-ding uit? Nou, dat heeft een kop. Een head. Die staat hier. En dan wat snikstak en dan begint de body. Die leg ik zo dadelijk uit wat hier gebeurt. Je hebt dus een head en een body. Nou, de body is dat waar de gebruiker daadwerkelijk naar kijkt. En de head, die ziet hij helemaal niet. Maar dat zijn interessante dingen die gelden voor de body. Nou, wat staat er zoal in een head? Nou, er staat bijvoorbeeld in wat de titel is van de pagina. En die titel begint dan als volgt met de tag titel... bla, 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 bla. En dan hier is de titel afgelopen. En merk goed op dat indenteren. Hè? Dus head, die staat één positie naar binnen, één tab naar binnen, ten opzichte van die HTML. Kan je dat volgen? En HTML eindigt één positie naar binnen. En die moet je even snappen. Er gebeurt nogal in programmeursland dat het de gewoonte is... om het opening statement, HTML, en dan het
afrondende statement van dit is het einde van HTML, om die allebei op de eerste positie te zetten. Maar dat is niet correct geïndenteerd. Denk maar terug aan deze manier van indenteren. Ja, het laatste element van deze directory staat één positie naar binnen gesprongen. Dus moet je dat hier ook doen. Dat is logisch. Je moet niet twee soorten van indenteren door elkaar heen gaan gebruiken. Daar worden je ogen doodmoe van. Want jij snapt natuurlijk ook wel, als je dit stukje is maar een heel kort stukje. En dan kan je dat makkelijk controleren of je, dat je hier zegt, hier begint style. En dat je daar zegt, hier eindigt style. En je moet het snel kunnen zien, want je moet niet doen dat je deze hier eindigt de style, dat je die vergeet. Want waar eindigt de style dan? Dan snapt het systeem het niet meer, hè? Nou, dan heb ik dus hier de titel opgegeven. En netjes aangegeven dat eindetitel, dat is een eentje, weer eentje ingesprongen van de titel. En dan krijg je hier leuke dingen, die heet metadata, ga ik nog niet bespreken. Maar je kan op websites prima vinden wat je hier mee moet en wat je erin moet zetten. Deze metadata is een hele belangrijke voor de vormgeving. En dat is dat je aangeeft dat het systeem moet kijken naar de breedte in pixels van het apparaat. Device, dus apparaat. Wat het apparaat heeft, wat de gebruiker mee kijkt. Dan kijkt hij met een smartphone of kijkt hij met een laptop of een 21-inch scherm. Daar is veel aan gebeurd in de scriptingland heet het dan. Want vroeger was het echt een enorm gesodemieter om verschillende HTML te maken voor de verschillende devices. Dezelfde pagina. En hoe wil je dat dan? Nou, met CSS, dat is een nieuwe manier. Is het heel belangrijk dat je dit ding opneemt. En dan gaat het systeem allerlei dingen gratis en voor niets voor jou doen. Dan heb ik hier een hele leuke. Dat is de style. En dan de style voor deze pagina. Die zegt zoveel als alles. Het maakt me niet uit. Sterretje betekent alles. Dan is de lettertype familie is Arial. De lettertype grootte is extra groot. De kleur van de letters is wit. En de achtergrondkleur is zwart. Nou, dan kan je nog denken van ja, maar ik wil we kunnen veranderen. Ja, de kunst van programmeren is dat we ons eerst helemaal concentreren op dat ene ding wat we willen. We hebben één MP4 die moet gaan spelen op een bepaalde tijd. En een zwart scherm met witte letters is rete duidelijk voor iedereen. En ook 's avonds goed te lezen. Dan is die head afgelopen. Dan wordt er hier een script ingeladen. En dat wordt ook gelijk uitgevoerd. En dat script dat bevat programma statements. Dan gaat hij echt iets doen. In dit hele gebeuren is er nog helemaal niks gebeurd. De definitie, de titel is dit en de meta is dat. En de style is zus, maar je hebt nog niks gedaan. Wat je gaat doen in deze pagina, dat staat hier in index.js. Nou, dan krijgen we de body. En wat zegt de body? Nou, de body die zegt, als er een toets aangeraakt wordt, dan gaan we de video starten. En zodanig kom je er nog één tegen. Want dit is dan dat je als je op een toets drukt, dat er wat gaat gebeuren. Ja? De andere is dat je ook met de muis mag klikken. Nou, wat staat er nou in die body? Daar staat een simpel elementje. Dat heet een div, een division. En de tekststijl is dat die gecentreerd is. Dit soort dingen hoef je niet uit je hoofd te leren. Dat kan je allemaal opzoeken. De verschillende, ik kan even laten zien, er is zo'n toolsje. Dat is wel leuk om dat even te laten zien. Dat gebruik ik zelf heel veel. Het is van de HTMU. De Technische Universiteit van Delft. De TU Delft. Handleiding HTML. Daar kan je alles in vinden. CSS eigenschappen. Heb je ze allemaal. De lettertype. De font family. Dan kan je kiezen voor Times New Roman, of Serif, of Arial, of Helvetica. Of kun je helemaal kiezen. Het staat allemaal uitgelegd hoe je dat moet doen.
En ook dingen als center. Waar heb je die dan staan? Text-align, dacht ik, hè? Ja. Heb je left, right, center, justify, dus uitvullen. Of iets ingewikkelds. String, ik zou niet weten wat het is. Maar de kunst van het programmeren is dat we geen ingewikkelde dingen gaan doen. Dus, en center dacht ik, ach, dat kan wel. Huh? En dan de tekst, televisieradio, www.perry7.nl. En aan het einde van die div. Dus hier gebeurt verder helemaal niks mee. Huh? Dan heb ik hier nog een div. En dat is de sectie waarin het echt maar gaat gebeuren. En die heb ik een ID gegeven. Deze heb ik geen ID gegeven. Dus maar gewoon, daar hoeft toch helemaal niks mee. Maar deze, daar gaat het om. Dus die krijgt van mij een ID. En wat is die ID? Nou, lekker simpel. De kunst van het programmeren. Het gaat om een div. Dus die ID is in beginsel div. En wat van div is het dan? Nou, het is de div waarin de video zich gaat afspelen. Dus vandaar div video. Geen streepjes, geen puntjes, geen dansende konijnen. Gewoon div video. Dit is ook onder programmeurs dat je dit aantreft. Div underscore video. Maar dan vergeet je die underscore weer en dan werkt het hele boeltje niet. Dus geen toestanden en zeker geen spaties. Daar word je helemaal gek van. Dus als je dan toch een woordonderscheid wil maken. Dit is ook nog een aardige. Dat is het zo te doen. En dan heb je een beetje verschil tussen div en dan div video met een hoofdletter. Dit heet Camelback Separated of zo. Deze methode wordt door Apple gehanteerd. Dus als je programmeur wordt bij Apple, dan moet je je dit aanleren. Dus dan begin je met de onderkast, kleine letters. En dat is dan het eerste woord. En waar het tweede woord begint, daar begin je dan voor het eerst met een hoofdletter. En dan zou het video main zijn, dat ik ook nog een video sub heb. Dan krijg je dus nog een woord en dan wordt het weer M, hoofdletter A en dan zo. Div video main. Maar dat doe ik allemaal niet. Ik hou niet zo van camelback separators. Ik kan dit ook prima lezen. Want anders moet je weer onthouden waar de hoofdletters staan. En dan vergeet je het weer een keer en je wordt er helemaal gek van. Hou het gewoon simpel. Nou, dan heb ik hier een anchor, zeg dat, een A. En dat is een ding waar je op kan klikken. En die begint hier. Dan kunnen we eigenlijk wel zo indenteren. Dan wordt het wat beter te lezen. En in die A staat een tekst. Press a key or click to view. Press a key or click. Met een komma achter. To view. Zo, dat is beter. Huh? Nou, en als deze, dit ding kan je op klikken. En wat moet hij dan gaan doen? Nou, normaal gesproken ga je naar een URL. Daar is je primair voor bedoeld. En dat betekent href. Dat is de optie href. En daar heb ik nu een hekje in gezet om het systeem goed aan te geven. Van ja, die hoeft niet naar een URL toe. Dat moet je helemaal niet doen. En wat ik dan wel opgeef is dat onklik, dus als er een klik plaatsvindt op dit ding, dat dan video start moet beginnen. En dat was dezelfde die je hier zag staan. Dus de video start ding, dat gaat lopen bij een klik op deze A, op deze anchor. Want die href, dat is helemaal niks. En normaal gesproken staat daar www.perry7.nl/geweldigepagina.txt of zo. Maar nu helemaal geen dingen, dus een hash. En dan onklik moet die functie gaan lopen. Nou, die functie die is gedefinieerd in dit ding. En die staat hier. Nou, ook dat weer netjes geïndenteerd. Want hier begint die function en daar eindigt die. Dat kan je met het oog nu goed zien. Hè? Kan ik dit ook groter maken? Dit wou ik niet. Wacht even. Wil ik dit groter maken? Nee, niet echt. Ai. Nou ja, so be it. Nou, en wat doet video start? Nou, die roept als eerste video start init aan. De initialisatie van video start. En dan begint het eigenlijke programmaatje te lopen. En gebeurt er wat. Ja.
Nou, en Video Start Init, die heb ik apart gezet, omdat er nogal wat gebeurt. En dat is beren saai. Want wat moet er nou eigenlijk gebeuren? Kijk, we hebben hier opgegeven in deze drie variabelen hoe laat de film moet gaan starten. Namelijk op het uur 2-2, op de minuut 0-0 en op de seconde 0-0. Nou, als je dan binnenkomt op een bepaalde tijd, dan moet je dus kunnen bepalen, het systeem moet kunnen bepalen of de video al gestart is of niet. Of dat die afgelopen is, of weet ik wel wat. En dan moet ik ermee kunnen rekenen. Nou, hoe gaan we dat doen? Want ik heb hier een paar variabelen gedefinieerd. En dit is dan de variabele die het tijdstip aangeeft waarop er gestart wordt in seconden. Dus even de truc dan, hè? Voor jou als programmeur, de kunst van programmeren. Ik heb hier in drie secties opgegeven wanneer de boel moet gaan lopen, maar dat zijn drie verschillende variabelen. En wat doet MyTimeStart? Ja, die maakt daar netjes van. Dan moet je even uitrekenen hoeveel seconden na middernacht dit is. Ik weet niet, of kan jij dat uit je hoofd? In ieder geval, als er, het is dan, stel dat hier een 1 stond hè, bij minuutstart, dan is het 60 seconden na middernacht. En dit is dan om 10 uur, dan heb je het nog heel veel seconden na middernacht. Nou, dat moet uitgerekend worden. En dat is hartstikke saai. En dat staat bij function start init. Dat is dit stukje. Dat is best wel lang, hè? Maar wat hier staat is niet bijster ingewikkeld. Je moet het even weten. Dus ik ga hier het starttijdstip uitrekenen. Nou, wat is dat? Dat is het uur wat opgegeven is. Keer 60, keer 60. Want er gaan 3600 seconden in een uur. Hè? En als er ook nog een aantal minuten staat, dan moet ik daarbij optellen. Hier staat dan ook, hier staat my time start woord, die waarde, keer 60 keer 60. En hier staat my time start verhogen met. Dus ik heb eerst het aantal uren bij elkaar geteld. En dan heb ik die minuten. Dat doe je keer 60 seconden. En bij dat hele circus tellen we nog een keer op het aantal seconden. Nou zie je hier staan parse int. Dat is een JavaScript functie. Die moet je kennen. Want in JavaScript kan je niet aangeven of een variabele een nummer is of dat het een tekst is. En het vervelende daarbij is dat deze operator van verhoog my time start met zoveel, dat betekent bij een numerieke waarde iets heel anders dan bij een tekst. Bij een tekst betekent dit plak het erachteraan. Dat ik het me even weet. Dat is JavaScript. Dat is het een keer zo. Dus dat moet je dan leren. Maar ik heb het je nou verklapt. Dus zo moeilijk is dat niet. En wat krijgen we dan hier? Hier staat console.log my time start. En dan heb je gelijk de essentie van het programmeren te pakken. Want je kan dit nu wel mooi gaan verzinnen. Hè? Van, de starttijdstip in seconden wordt het startuur keer 60 keer 60. En dan moet je erbij optellen het aantal minuten keer 60. En dan het aantal seconden. En dat is mijn starttijd. En ik weet zeker dat het goed is. Nou, dat laatste is niet de kunst van het programmeren. Want als je programmeert, weet je nooit zeker of iets goed is. Punt. Dus dat kan je vergeten. Dus moet je het controleren. Dat is een oude Romeinse keizer die heeft gezegd: vertrouwen is goed, controleren is beter. Nou, voor jou als programmeur is de regel: vertrouwen is ongelooflijke onzin. En controle is zo essentieel als dat een chirurg zijn handen wast voordat hij een patiënt open gaat snijden. Maar hoe controleer je dit nou? Ja, dit is geweldig leuk. Moet je eens even kijken. Ik heb hier Google Chrome. En nu ga ik naar die website toe via die poort 192. Dus via mijn router
Dus ik ga nu naar die router toe. En die router zegt, oh, dat is 192. Oh, die stuur ik door naar die Ubuntu-machine. Waar Apache draait. En die krijgt alles binnen op port 80. Weet je nog? In de router kom je binnen op 192. Maar de router die zegt, hoepakee, naar port 80 jij. En Apache weet helemaal van niks. Die krijgt een bericht via port 80 binnen. Dus die geeft netjes antwoord. Nou, dan krijg je dit. En nou heb je de magic toetsencombinatie. Dat is command option I. En die kan je ook vinden hier. Ontwikkelaarstools. Dit is option command I. Ja, zo klopt die. Option command I. Onder Windows werkt dat bijna hetzelfde, dacht ik. Dan doe ik dit. Kijk dan. Nou zie ik deze pagina zoals Chrome hem ziet. Dit is wat Chrome binnenkrijgt. Nou, we krijgen Chrome binnen. Nou, dat is precies hetzelfde wat ik hier getypt heb. Dit is dan die JS, maar dat is deze meuk. Die krijgt Chrome binnen. En wat heeft Chrome ervan gemaakt? Nou, die heeft gezien, nou, er is een doctype HTML. Dat snapt hij dus, dat is heel mooi. HTML is een language NL, dat is helemaal klaar. En dan daaronder heb je dus 1, 2, 3 segmenten. Netjes heeft men hier de boel netjes ingesprongen, zie je dat? Dat is keurig gedaan. Maar bij body weer niet. Nee, deze inspringing vind ik toch niet goed. Maar het is nu een keer zo zoals die mensen dat geprogrammeerd hebben. En dat maakt verder niet uit. Dit is wel weer heel leuk. Je kan hem dus dichtklikken. Oh, ga weg. Je kan dichtklikken. Kijk, dan zie je maar één regeltje. En ik kan hem openklikken. Oh, en je kan hem openklikken. Heel opzichtig klikken, zo. En deze div kan je dan in één keer lezen. En die div dan niet. En dan kan je die weer opklikken. En dan zie je die anchor zie je staan. Dat is leuk. Hier heb je de console. Maar dat is geen nog. Dat is die output die je kan krijgen. En nou kan ik hier zeggen. Was dat die slimme optie ook alweer? Dan kan ik hier de cache wissen en geforceerd opnieuw laden. Een hele handige optie. Daar heb ik hem helemaal netjes binnen. En dan klik ik hier op het interface. Een klikje. En dan zie ik hier mijn console gaan lopen. Zie je dat? Ik wil hem eigenlijk gelijk stoppen. Kan dat? Oh. Ja. Hij gaat namelijk alsmaar doorlopen. Want na een seconde gaat hij weer opnieuw kijken. Van, oh, is het nou al op tijd genoeg? Maar hij begint in elk geval maar te zeggen, my time start, dubbele punt, is die my time start. Dus dan zijn we weer hier terug, hier. In de JavaScript file, en dit is dan die console log. Ja, dit is niet moeilijk. Hè? Dan kan je iets naar buiten sturen waar de user helemaal geen weet van heeft. Dat de user alleen maar ziet als die ook die developer tools heeft. Dat kan. Maar dat is ook niet erg. Dan kan hij zien dat er gelogd wordt. Nou, wat willen we dan? En dan willen wij dat we weten hoe laat het is op onze eigen machine. Vergeleken met die starttijd van de film. En hoe heb ik dat genoemd? Je hebt dus my time start. Dat is de starttijd van de film. En my time, dat is de tijd die ik zelf heb. Even voor de naamgeving, alles wat ik zelf heb, dat noem ik my. Kan ik ook nooit in de war raken met andere namen. Als het begint met my, dan is het een lokale variabele binnen dit systeem. Dan weet ik dat die van mij is. En dat ik niet iets zit te bekijken wat ik niet zelf gemaakt heb. Nou, dan gaat het mij om de initialisatie, de beginwaarde toekennen aan my time. En die staat dan hier, in het my time. Nou, dit eerste stukje is het om het, niet zo heel belangrijk, maar je vraagt aan het systeem op, dit is een JavaScript, en je kan weer vinden op het internet hoe het nou precies werkt. Maar je hebt een date nodig, en in die date staat ook, die datum, daar staat ook het tijdstip in. En dan kun je het uur uitplukken, en dan kun je de minuten uitplukken, en de seconde uitplukken. En dan kan je daarvan op dezelfde manier als hierboven
mee gaan rekenen. Dus hier wordt mijn start time start uitgerekend met die parse int. En hier gebeurt precies hetzelfde. Maar dan met my hour, my minute, my seconds. En dan stuurt hij naar buiten hoe laat het systeem zichzelf vindt. Dan kijk ik hier in mijn log. Dan zie ik dus dat toen ik die pagina opstartte, toen was de starttijd van de film was zoveel seconden na middernacht. En momenteel hebben wij zoveel seconden. Dus is er een offset. En ik weet niet precies hoe je dat noemt op zijn Nederlands. Maar een soort beginwaarde van min 1108,77 seconden. Zover zitten we dus af van de starttijd van de film. En dit getal, die 11877, dat is wat je hier ziet lopen. Dus als ik in die log omlaag scroll, ja, dan zie je hem hier lopen, zie je dat? 11678, precies gelijk met die teller. En zo klopt dat ook. Nou, zo kan ik dus wachten tot ik een tirelier wou. Dat gaat hier dus over zoveel tijd beginnen. Tot ik een ons weeg, wou ik zeggen. Nou, hier wordt die offset berekend. Dat is dus my time minus my time start. Die wordt naar buiten gestuurd. En ik ga mijn video element opzoeken. Van heb ik hem? Want ik moet weten waar ik de video neer moet zetten als ik hem heb. Als het zo laat is. Hè? En dat plekje, dat is dan hier. Dat is deze div video. Dit kan helemaal weg als de film gaat beginnen. Nou, dan wil ik dus even weten, heb je hem? Dus my div video, dat is dan het element waar de video in moet gaan lopen. Dan heb je dit vrije statement, document.getElementById. En vandaar dus dat ik dat ding een ID had gegeven, div video. Want die moet je hebben. Nou, dan gaat hij zitten wachten. En dan is het de vraag, wat gaan we daarmee doen met al die leuke informatie? Dit was die video start in het. Oké. En als je nou ontdekt dat die offset kleiner is dan 0, dan wordt die div video, daarvan wordt de tekst, deze HTML. En die HTML luidt, broadcast will start in zoveel seconden. En dan heb ik hier min 1 keer my offset, want die offset is negatief als de film nog niet begonnen is. Als de film een minuut gelopen heeft, dan is die offset 60 seconden. Maar daarvoor dus negatief. En dat hoeft de gebruiker niet te weten. Dus doen we min 1 keer die offset. En dat is het aantal seconden. Nou, dan zegt hij hier een timeout zet hij neer. En hij stopt zelf verder met executeren. Dus als video start wordt aangeroepen en het is nog niet zover, dan stopt het hele gebeuren. En er wordt een timeout functie gezet. En die start over 1000 milliseconden. En die functie luidt, hey, heel toevallig zeg, hij heet ook video start. Ja, dan doet hij het weer overnieuw. Dus die output die je hier ziet doorlopen, dat is alsmaar de output van video start. Die niet verder komt dan dit door te geven. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat het tijd wordt. Dan gaat dit lopen. En wat hij hier doet, is dat hij een variabele s, die heb ik s genoemd, want het is gewoon maar een stringetje. Het maakt helemaal niet uit. Dus een betekenisloos stuk tekst. En wat komt erin te staan? Ja, daar gaat het om. Nou, dat hij daar het video element in gaat zetten. Dat is ook wel redelijk logisch, of niet? Die geef ik ook een ID, 1, 2, 3. Ik heb hem, dacht ik, daar buiten niet meer nodig, of wel? Jawel, die heb ik nog een keer terug. Die geef ik ook een ID. En ik zeg dat als alle metadata van de video binnen is, dat je dan moet jumpen naar video run. Dat is weer een functie. Nou, dan zeg ik nog iets leuks, dat de breedte van het filmpje, die moet gelijk worden aan de binnenkant van het window, min 32 pixels, voor het geval er een scrollbar komt.
Want die pikt een stukje van het scherm in. En of er een schoolbaar komt, ja of nee, dat weet ik niet. En in principe is dit code, daar kan je nog over gaan nadenken. Want dat kan denk ik wel leuker. Maar dat komt altijd later nog. Hè? En hier geef ik op de bron van de video. En dat is dat ding data.mp4. Nou, dat is die file die hier staat. Deze. Zo simpel is het dus. Hè? Die file, die moet je gaan afspelen. En dan kan je bij het opgeven van die source, kan je opgeven de offset in secondes. Ja, die weet ik. Kijk, als jij binnenkomt 10 minuten na 10, zeg maar, dan start jij data.mp4 op om met die offset. Dan mis je het begin. Maar dat is ook logisch. Dat is precies wat je wil. En dan wil het systeem ook nog weten, wat is het type van die video? Nou, dat weet ik. Het is een video van het type mp4. Nou zie je hier het tekentje backslash. En dat betekent dat hij deze dubbele quote, die aangeeft dat er een tekst begint, dat hij die quote letterlijk moet nemen. Dus niet moet interpreteren. Kijk, deze dubbele quote, die hoort. Want je zegt tegen het systeem, voeg deze tekst, dit allemaal, toe aan S. Oh, sorry, dat zeg ik niet goed. Deze tekst. Die moet allemaal in S. Het is dit stukje moet erin. En dan moet er dit toegevoegd worden. En dan moet er dat toegevoegd worden. Het is weer die plus is. Die je boven ook al gezien hebt. Hieronder. Deze. Maar dan heeft hij een andere betekenis. Want nu gaat het om een string. En dan wordt dit stuk er gewoon achter geplakt. Dat heet dan ook plus. Dat is niet eens correct, wiskundig gesproken. Maar het is JavaScript. Nou, dan zat hier nog een veiligheidsboodschapje in. Van als dat hele video gebeuren niet ondersteund wordt door de browser van de kijker, dan krijgt die kijker geen film te zien, maar hij krijgt nog wel te zien deze tekst. Sorry, your browser doesn't support embedded videos. Punt. That's it. Dan stuur ik nog even naar de console de inhoud van S. Kan ik hem leuk controleren. En dan zeg ik, oké, dit kan hier naar binnen. Er staat alleen die video staat er nog maar. En dan is de truc dat die moet gaan runnen. En dat gebeurt hier. Want als je gaat runnen, dan hebben we nog een probleem. Dat is namelijk de stoptijd van de video, want de video kan afgelopen zijn. Dus we berekenen hier wanneer de video afgelopen is. Nou, dat is de tijdstip waarop die startte in seconden. Plus de duur van de video in seconden. En als het inmiddels later is, dan krijg je deze tekst te zien. Broadcast has ended. Please come back tomorrow. Maar stel, we zijn niet te laat, dan gaat hij playen. En dan niet vanaf het begin, maar heb ik dat geschreven? Hier zo. Vanaf dit moment, dus plus my offset. Ja, zo moet je, dat hebben we goed aangegeven. Als je dit zo pakt. Zo lijkt het ook wel aardig. Hè? En dat je dus dit mag doen, plus, daar is niet plus, het is hekje en dan T is, dat kan je weer vinden op het net. Als je kijkt bij video en HTML. Dat is allemaal reuze simpel. En ik zit nog een beetje te puzzelen met de structuur van dit. Ik heb dan een video start en een video run. En ik ben er nog niet helemaal uit of ik dit nou wel optimaal vind. Volgens mij kan het nog iets simpeler. Want waar ik me met name aan erger, is dat het systeem kan zeggen, of dat het systeem niet zegt bijvoorbeeld hoe laat de film gaat beginnen, maar het aantal secondes aangeeft. Ja, dan moet je je horloge gaan pakken en de rekenmachine. En begint hij op 10 uur.
En aan de andere kant, je wil ook niet dat mensen, dat er staat van nou, klik maar om te kijken. En dat er dan verteld wordt, ja, hij is al afgelopen. Dat vind ik niks eigenlijk. Ik vind eigenlijk, als je binnenkomt, dan moet je gelijk zien, ja, leuk dat je er bent, maar het is al over. Huh? Niks niet klikken. Waarom klikken? Waarom moet je eerst klikken om te weten of die video wel? Tuurlijk niet. Dat zijn dan de verbeteringen. Op dit niveau. En dat is dan ook weer de kunst van het programmeren. Dat je het systeem zoals het nu werkt. Met zijn functionaliteiten. Hè, zoals het nu is. Zo simpel als dat het nu is. Dat het helemaal vlekkeloos, tadeloos werkt. Het zou een slecht idee zijn om met dit interface al te gaan beginnen als van, nou, ik zou eigenlijk ook wel meerdere filmpjes willen. Hè? En dat je een programmaboekje hebt. Hè? En dat je dan klikt en dan kan je zien wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, dan kan het ook. En in het weekend, hè, wil ik dan ook andere programma's. Ja, dat is allemaal best. Maar eerst moet ik uit dit interface de dingen halen die mij nu al irriteren. Ik kan nu al zeggen tegen mijn gebruikers, elke dag om 10 uur begint hij. En kom je te laat? Ja, dan kom je te laat. En de mensen die te laat komen, die kunnen gaan klagen. Zeggen, ja, ik wil eerst klikken en toen was het afgelopen. Ja, is dan maar zo. Dat gaan we eerst oplossen. En ook dat hij aangeeft van, ja, de uitzending zal starten om zo en zo laat. Dat duurt nog zoveel seconden. En dat er misschien gelijk al iets staat van het programma heet zo en zo en heeft die en die inhoud. Dat zou ook leuk zijn. En nog steeds maar één programma. Dat wat je kan zien, vind ik logisch. En dan komt de volgende en dan wil ik via het web kunnen aangeven dat ik verschillende mp4'tjes heb en die zet ik in een volgorde en en dan koppel ik tijdstippen aan. En ja, zo eigenlijk. Dat je op ieder moment van de dag kan je wel inloggen. En ja, 's morgens heb je een ochtendfilmpje. En ja, dat soort dingen. Yo, Wim maakt ook hele leuke filmpjes waarbij hij een camera aanzet die hij richt op de Waal. Zo'n rivier hier in de buurt. Heeft hij een heel leuk plekje, helemaal van de bewoonde wereld weg. En de vogels, die doen lekker waar vogels zin in hebben. En af en toe komt er een boot voorbij. Heel langzaam. Of wat sneller en dan gaat die stroom afwaarts. En voor de rest gebeurt er helemaal niks. Nou, dat is ook een leuk filmpje, toch? En livestreamen, ja. Dus dat ik wat ik in de microfoon zeg gelijk te horen is in den landen. Ja, maar dat wil ik toch niet 24 uur per dag. Ja, dat is logisch, toch? En dat komt daarna wel weer. En ik wil dus ook een chat. Dat mensen kijken dan naar één en hetzelfde filmpje. En dan kunnen ze in de chat kunnen ze van alles zeggen over het filmpje. En dat zien andere mensen dan dus ook. Ook de mensen die de volgende dag pas kijken, die zien dat die en die dat en dat gezegd heeft. En dan kunnen ze daar weer op reageren. Dat moet ook allemaal kunnen. En dat je een archief hebt waarin je oude chats naar voren kan halen. Maar dat komt allemaal daarna wel weer. Want als je kan stemmen, dat je eigen materiaal aan kan leveren. Lijkt me ook heel leuk. Wat maakt mij het uit? Als je een leuke hebt, nou, dan moet ik die MP4 van jou hebben. En jij moet zelf al makkelijk kunnen aangeven. Ja, dit is een filmpje. En dat heb ik daar en daarom gemaakt. En erg belangrijk. En dit vind ik erg goed. Hè? En dat vind ik ook tof. En zo. En dan gaat hij in het programmaboekje. En dan krijg je zendtijd. Voor mij pad iedere zondagmiddag van 1 tot 3 is voor jou. Ja toch, waarom niet? Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Dat lijkt mij reuze leuk. En natuurlijk lijkt het me ook reuze leuk om deze technologie met jullie te delen.
zodat ik het zelf kan overnemen. En het is allemaal lekker simpel. Kijk, dit hele systeem, dat draait dus wel geteld op 4 bestanden. Meer niet. Dat is het enige wat ik geprogrammeerd heb. Dat zijn deze 4 bestanden. Wat zie je dan? En deze kan je dan nog wegdenken. En überhaupt die favicon.ico. Ja, ik zou hem maken. Als je zelf begint, hè, zou ik zo beginnen. En die 2 faaltjes, index.html en index.js, die kan je zo van me krijgen. En wat heb je dan nodig? Nou, een Raspberry Pi dus. Of een vergelijkbare machine. Dat stelt helemaal niks voor. Laten we eerlijk zijn. En je ziet nu. Je kan er zelfs je eigen laptop voor gebruiken, maar het, ja, dat kan je ook doen natuurlijk. Het is wel, oh ja, het is belangrijk dat je je machine een vast IP-nummer geeft. Want normaal gesproken krijgt een machine een IP-nummer van de router. En hier werkt het ding niet, ifconfig. Krijg mijn naam weer. Even naar mijn andere machine hoor. Ifconfig. Ja, kijk, hier doet hij het. En hier zie je hem dan ergens staan. Daar staat hij. Even spuren. Hier staat hij. Inet-adres. Internetadres betekent dat. Dat is de 193. En de internetadres van die Ubuntu-machine, van die Raspberry Pi. Ja, ik kan natuurlijk een grote jongen zijn, dan doe ik even dit. Kijken of die werkt. Je weet het niet. Probeer hem opnieuw. Tja, het werkt. Kijk eens. Dit is de 192. Maar een machine moet een vast nummer hebben. En dat is, om weer terug te komen bij het begin, dat heeft dan alles te maken met dat je bij, dat je vanuit je router, daar begin je. Dus hier begint het hele circus. Om het verkeer van buiten door te sturen naar die specifieke machine. Oh, ik doe iets fout. Goed je wachtwoord onthouden, erg belangrijk. Kijk. En dan ging het om die network address table. Het verkeer komt binnen op 192 en wordt doorgestuurd naar poort 80 van deze machine. En dat moet een vast nummer zijn. Je moet dit nummer dus kunnen bepalen. En elk nummer mag. 66 is ook goed, 53. Als je me niet vergeet. En datzelfde nummer gebruik je dan ook om erop in te loggen. Dat kan ik dan zo doen. Als ik bare bones gewoon keihard wil inloggen op die machine, op die de Raspberry Pi, dan doe ik dat zo. Oh, dit is niet helemaal de bedoeling. Dit bedoel ik. Vraagt hij ook om mijn wachtwoord. En ik ben binnen net als op een andere manier. Ik log er nu in, dat is wel heel handig. Hè? Zo. Dat kan ook. Dat is helemaal voorgeprogrammeerd. Heb ik dat erin gestopt? Maar dat hoeft niet. Ja. Je kan ook dat commandootje hier, SSH, uit je hoofd leren. Maar als je dat denken kan, heb je zo een nieuw profieletje aangemaakt en die doet het gelijk voor jou. Dus je moet je router goed instellen. Je hebt een machientje. Nou, zo'n machientje. Als je er echt serieus mee aan de slag wil, je vindt het ding van, nou, je weet nooit wat ik er later mee ga willen en wat kost dan zoiets. Dan moet je naar dit soort machines op zoek, refurbished.
En dan nemen wij Office of zo. Kom wel makkelijk achterkomen. Refurbished. Wat willen we dan? Server. Misschien te duur, maar. Er was een leuke winkel ergens in Utrecht. Even refurbished computer. Desktop. Dat is het. Dat is het woord. En welke vond ik nou leuk? Was er eentje in Asbas, was wel aardig, dacht ik. En wat praten we over? Laten we even kijken hoor. De prijs. Doen we tot en met 0 tot 100 euro. Kijken of die wat heeft. Nou, ze zijn er wel hoor. Maar deze dan nog. Nou, die is nog aan de dure kant. Asbas. Kan echt goedkoper. Ik heb ze zien staan van 15 euro. Dat is echt niet duur. Even kijken of ik nog een leuke vind. Computer Center. Wat heb ik die hiermee? Prijs 30 per pagina. Oké, hier is de laagste, goedkoopste 120 euro. Dan heb je een geweldige machine. Heb je Intel Core Duo. Niet de allersnelste, maar maakt het uit. 4 gigabyte geheugen, keihard genoeg. 160 gigabyte harde schijf, prima. Heb je een VGA, dat is ook genoeg. Windows 10 Home, dat hebben we niet nodig. Want je zet er Ubuntu op, dus. En je monitor kan je zelf kiezen. Toetsenbord is USB. Dus ja. Dan heb jij je eigen tv-station in je eigen woning. En in combinatie met PX, dat is mijn hoofdwerk. Dat is mijn levenswerk. Daar kan je er ook zo op zetten. En samen met PX kan je websites en van alles mee gaan bouwen. Met je eigen machine. Oh, en wat ik nog ook niet verteld heb, is dat je een domeinnaam moet hebben. Of naam moet niet. Je kan ook dat IP-nummer van jezelf uit je hoofd leren. Want ik heb dus mijn IP-nummer. Wat is mijn IP? Ik had dat 85.149.71.13. Maar dit kan natuurlijk niemand uit zijn hoofd leren. En dat los je op door een domeinnaam aan te vragen. En dat kost je belachelijk weinig. En het enige wat je dan moet doen is dat je een naam hebt die uniek is. Gekke Jopie of zo. .nl. En degene die jou dat domein toekent, dus een hosting provider in de regel, die vraagt er geld voor en jij mag dan dit nummer doorgeven of invoeren op een schermpje. En dan is dat zo. Moet je even wachten, maar binnen een paar minuten in de regel of een uur hooguit, dan werkt die. De hele dag door. Zo. Tof, hè? Dus dan kan iedereen dus tegen een minimale investering. En dus deze refurbished HP, die is dan nog duurder dan een Raspberry Pi. Moet ik ook nog kijken, wat kost een Raspberry Pi?
En dan tweedehands. Dat moet helemaal niks kosten. Dit zijn allemaal nieuwe. En ik wil niet die 64 bits. Nou, die moet je wel hebben. Nee, is waar. Dat moet je wel hebben. Hier heb je er eentje voor 40. Euro. Dat is echt niet duur. Ik zie nog niet zoveel tweedehands. Zoals we kijken bij... Houden we het allemaal weg? Nee, ik kan nog... Dit aan de voorkant. Nou, nog hetzelfde, hè? Must include, tweedehands. Oh, hier. Deze. Dat is op eBay. Waar vinden we die dan nog? Als je niet werkt met PX, dan kan je ook met een 32 bits uit de voeten. En die zijn goedkoop. Het zijn hele leuke dingen, die Pi's. Vind ik. Lekker klein. Bijna geen stroomverbruik. Ideaal, hoor. Hier heb je een... Dit is helemaal goedkoop. Dit is een gloedje nieuw. Heb je maar 70 euro. Maar heb je geen kastje. Ja. Hoeft niet, moet je zelf maken dan. Kan je ook toch? En een kastje kost je nieuw 14 euro, maar dat kan je veel goedkoper krijgen. Nou, als je wil hobbyen in deze dagen om zoiets te doen als een eigen tv-station op te zetten, ga je gang hoor. Je hebt het zo voor elkaar. Even kijken, die winkel in Utrecht, die had het er echt een voor 15 euro. Tweedehands. Computer. En dan Utrecht. Daar zaten ze toch. Micmac computers. De PC-koning. Dat was nou die ene waar ik zulke goedkoper zag. Levering aan. Service aan huis. Maar dit kan je zelf wel opsnorren. Je kan ook via Marktplaats kan je ook wat kopen. Een of andere machine die ooit Windows heeft gedraaid, daar zet je zo Ubuntu op. En meer heb je niet nodig. En je vindt op YouTube echt voldoende Ubuntu install of zo. Hoe moet je op Ubuntu Apache installeren? Nou, dat moet dus zo. Het is echt niet moeilijk. Dan krijg je nog hele dingen erbij over configureren en... Ja, helemaal zo one mouse click away.
Dit is dan van Ubuntu zelf. Ubuntu.com heb je de tutorials. Nou, dat is heel erg makkelijk. Voor mij ook om te studeren, hoor. Ik weet echt niet alles. Ik weet een paar dingetjes van Apache en ja, dat is dan net genoeg. Maar vreselijk leuk voor mij om daarmee te knutselen. En hopelijk voor jullie ook. En niet bang zijn van een zwart scherm met witte letters. Echt niet. Dus dat werkt al zo lang zo ontzettend goed. Dus waarom jij niet? En het fijne van zo'n zwart scherm en witte letters is dat je heel makkelijk dit soort dingen, die kopieer je en dan ga je naar je terminal en dan zeg je paste. En dan doet hij het nog. Dan heb ik nu een change directory en dan zit ik dan plotseling in /etc/apache2/sites-available. Nou, dat is mooi. En dan krijg je helemaal uitgelegd wat je dan vervolgens allemaal moet doen. Dan moet je het volgende kopiëren en dan moet je dit doen. En dat is allemaal niet zo moeilijk, man. Dit gebruik ik ook heel veel. Zit ik veel in te snussen en snuisteren en ja, soms vind je het heel snel, soms niet. Maar dat is toch niet erg? Dat is de kunst van programmeren is ook rust. En heel voorzichtig een stapje doen. En geen gekke dingen doen. Dit moet allemaal heel simpel houden. Het moet simpel zijn. En ook is het verstandig om ergens bij te houden in een schriftje. Liever niet in je computer. Maar dat je in een schriftje bijhoudt, dat je dat opschrijft. En wat je allemaal gedaan hebt en wat belangrijk is en dat je nog ergens aan moet denken. Als je gaat programmeren, koop een schriftje. Dat is een simpel schriftje van de HEMA. Dat is 30 cent of zo. En noem je dan mooi, geef een mooie naam van mijn programmeerlogboek. En dan schrijf je erin. Het is ook leuk om elke datum, elke pagina een datum te vermelden. Als je dan terugbladert, dan weet je nog, oh, dit was helemaal het begin. En de kunst van het programmeren is dat je een logboek hebt. Serieus, ik heb het zelf ook. Ik heb een hele stapel logboeken. Best veel. Ik heb in 2019 heb ik weer de rust gevonden om te gaan programmeren. En een van de eerste dingen die ik gedaan heb, was naar de HEMA te gaan. En daar heb ik van die dummies gekocht. Dat zijn boekjes met harde kaften. En 80 pagina's. En die pagina's die zijn een A4 groot. En dan klap ik hem open en heb ik dus een A3. En dan kan ik heerlijke pijlen, blokken, vraagtekens en heb ik iets gezien op internet en denk, oh, is leuk. En dan schrijf ik even een video-URL op. En of een naam van een auteur of dat soort dingen. Dat is verstandig als je gaat programmeren dat je dat aanleert. Dat je buiten je computer om, gewoon op papier met een pen, bijhoudt wat je gedachten zijn, wat je ideeën zijn, wat je gevonden hebt en ik blader heel veel terug in mijn logboeken. Dat is leuk hoor, programmeren. Dus en in dit geval levert je het ook een ander makkelijk wat op. Ja, want mijn echte programmeerwerken binnen Pix. Ja, dat, ik zou niet weten wat jij op dat terrein daar nu aan zou kunnen hebben. Daar is het nog niet ver genoeg voor. Maar als programmeur wel, maar ja, de meeste programmeurs die ze hebben inmiddels al een programmeertaal waar ze helemaal aan gewend zijn en die zijn lekker bezig. Ik ga de brug slaan tussen de gewone gebruiker die niet zoveel programmeerkennis heeft en het operating system.
En dan wordt het dus mogelijk voor Jan en alle man om een informatiesysteem op te zetten, waarbij de hardware staat in de eigen woning. Of op het gemeentehuis, of in de sportlokaal, of maakt niet uit waar. Op school. En zo'n informatiesysteem is dan binnen de school, als je die als voorbeeld neemt, via het lokale netwerk te bereiken. En hij is van buiten te bereiken. Maar valt het internet uit, dan is hij altijd nog van binnen te bereiken. En de backup, ja, die moet je zelf goed regelen. Dat is dan het laatste over backup. Dan sluit ik af. Kijk, ik heb in mijn netwerk heb ik een Network Addressed Storage System zitten. En dat is een opslag, dus een harde schijf, meer niet. Het zijn er eigenlijk twee en die zijn gespiegeld. Die bevatten precies dezelfde informatie. Dus als één van de beide harde schijven eruit klapt, wat kan, dan staat altijd alles nog op die andere. En weliswaar moet ik dan met dat ding naar de winkel, maar dan geven ze mij alles keurig terug. En dat kost me dan misschien €100 of zo. €50, ik weet niet wat. Maar. En de kans dat die kapot gaat is heel erg klein. Dat ding doet verder niks. Het is een solide kast. Hij kostte iets van €300. En je zou zelf even kunnen kijken. En ik heb dat dan nodig omdat ik echte informatiesystemen draai. Maar als je met een Banana Pi of Raspberry Pi zo'n machine kan spelen bent, dan steekt het allemaal niet zo nauw. Maar als het allemaal serieuzer wordt, NAS, koop een NAS storage. Wat betalen we daarvoor tegenwoordig? NAS storage bij Coolblue. Wat betalen we dan over? Ja, hier heb je dan eentje voor €300. Dat is wel duur. Kunnen ze ook goedkoper. Hier heb je er eentje. Oh, er zit geen schijf in. Ja, daar ben je niet blij van. Heeft een ingebouwde, oh ja, deze heeft 2 terabyte opslag, €170. Nou, en dan tweedehands. Die kan je natuurlijk ook tweedehands kopen. En dan tweedehands. Waarom niet? Je gaat hobbyen, hè? Even kijken, NAS servers. Dat is wel een of andere. Oh, de 72 terabyte. Ja, dat heb je niet nodig. Kijk wat ze aanbieden. Voor weinig. Hier. Oh, daar zitten geen harde schijven in. Maar die moet je dan maar zelf kopen. Maar dan heb je voor €20 heb je ding. En dit is inclusief schrijven. Hoppakee. Hier heb je er eentje van €30. De zender kosten niet. Hè. Hier heb je er eentje van €40. 750 gigabyte. Het is echt genoeg. Die dingen werken hartstikke handig. Oh, deze heb ik. Ongeveer. Ik heb in ieder geval een QNAP. Hij lijkt op dat kastje wat ik heb. €50. Hey, dit kost allemaal niks, joh. Dat is echt een hele leuke, goedkope hobby dus, hè? Programmeren. Dat blijkt wel. En dan heb je natuurlijk nog nodig een laptop om het allemaal op te gaan doen. En in mijn geval heb ik dan een MacBook Pro. Dat is wel een hele fijne machine. Maar het kan ook met een gewoon laptopje, hoor. Dit soort dingen die ik nou net deed, zo'n tekstbestandje openen en editen. En je hebt het over 4 bestanden in de gaten houden. Ja, dat kan je met een gewone Ubuntu client, waar een grafische user interface op zit, kan je dat ook.
Kan eigenlijk ook met je Windows-machine, by the way. Maar stel je wil dat allemaal niet, je wil het zo simpel mogelijk, wat het beste is. Dan zou ik zeggen, neem een Mac. Want een Mac heeft zo heel handig, omdat de Mac zelf ook Unix is. En dan werkt dit ook allemaal heel erg lekker geïntegreerd. En wat kost een Mac nou? En een tweedehands Mac. Ook nog even voor het laatste, dan sluit ik af hoor. Tweedehands Macintosh. Dan moet je hier naar de I used. Wat hebben ze dan allemaal? Ja, dit zijn dan vrij dure. Dit is een iPad, daar heb je niks aan. Dit zijn dan complete laptops. Dat hoeft natuurlijk niet, hè. Heb je nou de allerleukste, vind ik zelf, de... Niet de iMac, maar ik heb hier zo'n... Met zo'n dingetje ook weer, Mac Mini. Ja, deze. Wat kun je dan kopen? Oh, die is ook nog duur. Maar dit moet goedkoper kunnen, hoor. Even op marktplaats weer even kijken. Kijk maar even lekker met me mee. Even kijken hoor, doe je hier Mac Mini. En dan laag naar hoog. Oh, wat zit hier nou? Maar dat is geen Mac Mini. Waarom staat er nou niet bij? Dat is flauw. Ik heb zelf trouwens... geprobeerd om oude laptops te verkopen. Hè? Oude Apple laptops. Nou, daar kreeg ik echt niet veel voor. Hè? Dat is ook tientjes werk. Dan heb je een hele laptop. Maar goed, daar kan je dus in gewoon snuffelen. En dit soort prijzen hoef je denk ik niet te betalen. Maar heb je een Mac, dan moet je een toetsenbordje bij hebben en een beeldscherm. En dat kost echt niet zoveel meer tegenwoordig. Dan heb je een hele mooie desktopmachine. Die je ook heerlijk kan gebruiken om op het internet te surfen. En alles werkt op een Mac. Echt alles. Nou, heb ik het over de dingen gehad, hè? Een router, die heb je van je internetprovider. Een backupmachine, dat is leuk voor straks, als het serieus wordt. Oh, wat ik nog niet heb laten zien, zo'n backup, die laat je automatisch lopen. Dat is wel zo handig. Dus hier, loop mijn backup, kom op. Ja, hier staat hij. Dit is dan de backup van mijn i5-machine, waar de echte serieuze dingen op gebeuren. En daar staan de backups op van 8 april dit jaar. En dat klopt, dat is vanmorgen gedraaid. En zo houdt hij de backups bij. Dit is die backup van gisteren, eergisteren, de dag ervoor, blablabla. En uiteindelijk is de backup van 1 april, die is er niet meer. Maar die van 31 maart wel, die van 29 februari. Oh, 29 maart ook nog, wat heb ik eens? En 22 maart, ja precies. De laatste van februari... En de laatste van januari, die staat er ook nog op. Toen had ik bijna geen backup, zie je dat? En hier heb ik dan de laatste van februari, was alles, zo'n beetje. En dan die van gisteren, of die van vandaag, van vanmorgen ook. Alles. En dat moet je ook hebben als je serieus aan de slag gaat. En dat wordt leuk. En dan wil je er zeker van zijn dat je geen gegevens kwijtraakt. En hoe dat werkt, dat automatische backuppen, dat gaan we het de andere keer over hebben. En daar komt wel wat meer bij kijken. Models voor de volgende keer. Het ging over de kunst van programmeren en dat je het simpel moet houden.
Je moet je gereedschappen goed kiezen. Kies voor kwaliteit. Gekke dingen met Windows zou ik niet aan beginnen. Neem een Mac. Voor de rest is je serverapparatuur, dat is allemaal Unix. En een Mac zelf is ook Unix. Dus je moet kiezen voor Unix. En dan daarbinnen een Mac om de boel mee aan te sturen. Dat lijkt mij een hele goede setup. En er zijn mensen die zweren bij Windows. Ja, als jij er ook zo een bent, maakt mij dat helemaal niet uit. Want met Windows kan je dat ook. Als centrale aanstuurmachine. Ik zou Windows niet als server in gaan zetten. Dat is nou ook niet nodig. Hè? Dan doe je dat gewoon met zo'n refurbished HP Elite als je echt chic wil. En dan hoeft dus niet. Windows 10 Home heb je helemaal niet nodig. En misschien dat je dit dingetje zonder Windows 10 Home voor nog minder krijgt. Zou zomaar kunnen hoor. Die maar €90 is. Ik heb een Windows machine zien staan en die kostte €15. Ja, wat wil je dan nog meer? Dus ik hoop dat ik jullie enthousiast heb gemaakt voor PX en de kunst van het programmeren. En tot de volgende keer.